Het ministerie van Economische Zaken traint kleine ondernemers van Komowijnen in de grondbeginselen van ondernemerschap. De training is op 4 november van start gegaan met 10 participanten uit diverse sectoren. Waarnemend onderdirecteur ondernemerschap Putisi Magubane zegt dat het in deze COVID-situatie belangrijk is dat de participanten hun onderneming verbeteren, omdat zij ook een bijdrage leveren aan de stabilisatie van de economie. Het is heel belangrijk omdat het een fundament is voor hun onderneming en het is ook een fundament voor hun verdere carrière als ondernemer. Het is heel belangrijk dat wij zoveel mogelijk mensen trainen in ondernemerschap, omdat ondernemerschap heel belangrijk is. Ondernemerschap is de steunpilaar van de economie. Ondernemerschap leidt tot ontwikkeling van de financiële huishouding. Ondernemerschap creëert werkgelegenheid. Het creëert ook financiële onafhankelijkheid van de mensen in de samenleving. De participanten zijn ingenomen dat ze op deze wijze hun onderneming kunnen verbeteren. Trainer Rudolf Pavillon zegt dat de welwillendheid van de participanten ertoe bijdraagt dat het ministerie verder wil gaan met deze trainingen. Ik vervaardig sinds kort rookovens en droogovens, droogkasten met solar systeem. En met deze training hoop ik dat ik meer kennis mag opdoen, zodat ik een goed bedrijf kan runnen in de toekomst. Ik ben kok van beroep en van deze onderneming wil ik een betere ondernemer zijn. Ik zit in de pluimveesector en wat ik verwacht van deze training, de training voor ondernemerschap, is dat het meestal helpt, meestal stimuleren om mijn zaak, mijn business op een goede pad te kunnen leiden naar de toekomst. En ik zal zeker veel hiervan leren, want het zal me ook vormen tot een goede ondernemer. Ik ben een kleine ondernemer, ik werk voor alles zo een beetje. Zaap, cake, koken. En ik ben blij dat ik toe benaderd ben om deze training te volgen, want ik vind het heel goed om verder te gaan. Wat we gezien hebben uit het verleden blijft ook niet bij die eerste dag, de reactie van de eerste dag. We zien dat mensen dat ook meenemen in hun onderneming. Er zijn tal van startende ondernemers die ik dagelijks tegenkom en die ons, het ministerie, dan compliment maken van zeggen van ze hebben die push gehad en het was een nodige push wat ze van ons hebben gehad. En ik zie het ook, ik merk een stukje enthousiasme bij deze participanten. Dus ik ga ervan ook uit dat ook zij het, de informatie goed zullen gebruiken en mee zullen nemen. Rudolf Pavillon, trainer in ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken. De onderdelen die zijn verzorgd tijdens deze training zijn het schrijven van een ondernemersplan, businessmodel canvas en financiële administratie.